Ik ben wel benieuwd wat Cedric over onze ruzie heeft verteld. Ja, hij ziet er wel echt vanaf. Zeg, privacy, kende je dat niet? Dat was per ongeluk, maar Sarah, we moeten daar echt eens apart over praten, oké? Okay? En zegt ook dat jij verliefd bent op mij. Maar alleen, kom aan. Maar ik geloof daar echt niks van, want anders zou je mij niet proberen kwetsen. Maar ik wil je helemaal niet kwetsen. Als ik wist dat je zo ging overreageren, dan had ik dat helemaal niet gedaan. Overreageren? Je snapt het echt niet, hè? Het is door u dat nu uit is. Maar mijn ouders zijn wel weg, hè, dit weekend. Dus misschien kunnen we gewoon eens bij elkaar blijven slapen en dan zien we wel wat er gebeurt. Je hebt dat gewoon gekopieerd van het internet, die boekbespreking. Je gaat die opnieuw maken, hè, vriend. De vrijgezellen van Wouter, die kunt op je buik schrijven. Oh nee, ik ben mijn behaver het uit te doen in het pashokje. Oh, I just wanna take you anywhere that you like. We could go out any day, any night. Baby, I'll take you there, baby, I'll take you there, yeah. Oh, tell me, take it slow. You just wanna take me home. Baby, say yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. And let me kiss you. Ah, meisjes. Mag ik jullie zakjes bekijken, alsjeblieft? Dat is niet nodig. Ik ben mijn behavergeet uit te doen in het pashokje. Sorry, het was echt per ongeluk. En Sarah had toen iets gevonden voor haar trouw. En toen ben ik gaan kijken en toen ben ik die gewoon vergeten switchen. Ja, mijn andere ligt daar nog, maar ik zal hem even verwisselen anders. Nee. Blijf jij maar hier. Een uitleg, dat hebben ze allemaal. Maar hoe dat ik het nu zie, is dat jij die BH gewoon wou stelen. Dat is niet waar. En liegen, dat maakt het alleen maar erger. Maar meneer security, Stien zou iets nooit doen. Dat is echt een misverstand. Stien. Edlund, dat is Stien Edlund. Maar nu herken ik u. Je staat op de poster in de kamer van mijn dochter. Oh my god. Oh, amai, maar die zou eens moeten weten dat jij hier bent. In mijn winkel. Die gaat jaloers zijn, ze. Maar ja, ik had u eerst niet herkend. Zeg, en nu wil mijn oogappeltje ook groen aan. Dat was niet zo'n goede zet van u. Ja, nee, dat was een misverstand. Net zoals dit eigenlijk. Het was echt een ongeluk. Maar anders kunnen we misschien een foto trekken voor uw dochter? Zou je dat willen? Tuurlijk. Oh, dat lijkt me een heel goed idee. Nu ga ik heel goed punten scoren bij mijn dochters. Hè. Ja, en dat van die BH, het was echt een misverstand. Sorry. Ik wil gerust die BH betalen als ik niet meer mag switchen. Maar please, bel de politie en mijn papa niet, want die gaat zo kwaad zijn. Maar nee, natuurlijk was dat een misverstand. Dat kan al een keer gebeuren. Hè. Ben ik ook zo'n vergeetkop. En met de jaren gaat dat alleen maar bergaf. Je zult wel zien. Nee. Allee, en ga nu maar vlug wisselen binnen. Oké, dank je meneer de security. Maar Ela, dat blijft tussen ons. Hè. Yo allemaal, we zijn hier vandaag op de paintball voor Wouters en de vrijgezellen. We gaan ons keihard amuseren, daar ben ik zeker van. Maar ja, we gaan vooral Wouter lastigvallen. Heb je er een beetje zin in, Wouter? Nee, eigenlijk niet. Nee. Een beetje stress. En vooral van die blauwe plekken. Als dat op mijn gezicht gaat zijn, Sana gaat er echt niet meer kunnen lachen. Ik ben er zeker van. Hey jongens, je hebt het allemaal goed gehoord. Allemaal op zijn gezicht. Ja! Zeg, Wouter, dat is een kippenpak voor u om aan te doen. Ah ja, oké. Okay. Super. Goed? Moet dat? Ja, dat moet echt. Oké. Dan ga ik dat doen. Hè. Okay. Jullie horen het. Als je niks wilt missen, check dan zeker onze stories. Jongens, je hebt dat niet meer gekozen, paintball. Oh, ik durf dat niet. Nee. Lennart, kijk, je moet wel op water mikken. Ja, sorry, het enthousiast. Te veel Fortnite. Mannetjes, keep your eyes on the prize. Even serieus blijven. Armin! Daar, water, schieten! Ja, schieten! Zijn geraakt? Oh ja, oh, mijn rug. Gaat het je? Oh ja, nee. Sorry. Ja, sorry, echt hoor. Wat een vrijgezellen, jongen. Tijd om iets te drinken, denk ik. Ja, ja. Ook. Ik trakteer. Oh, ja. Hier zijn we met de pintjes en de cola's. Zin een keer. Maar zeg, de helft van jullie mag nog niet drinken, denk ik. Ja, maar dat is allemaal voor u. Hè. En Armin, jij mag er ook twee. Hè. Ik mag er ook, oké. Okay. Dat gaat hier niet goed komen. Hè. Oh. Maar we gaan er aan beginnen, zeker. Let's go. Oké. Okay. Allee, Wouter en Atje, hè. Atje. Atje, 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 Atje. Hey. Amai.
jongens, ik heb er nog een. Ik ben nog nooit zat geweest. Hey! Ja, take a chill pill, hè, wat? Vodka. Ik vind het eigenlijk wel spijtig dat Tristan er niet bij is. Met hem zou het toch nog leuker geweest zijn. Ja, dat is normaal, hè. Dat is je bro, hè. Ja. Maar ik heb toch van Angela gehoord dat hij zich wat koest moet houden. Want waar hij allemaal mee bezig is tegenwoordig. Dus... Ja. Joho! Zeg, ik kom mijn verloofde na. Het is tijd. Poepie! Poepie, hola. Wat is deze allemaal? Nee, maar dat is voor jou. Ja, lop, jong. Twee pintjes. Plus vijf. Allee, kom jij naar het toilet, dan zijn we weg. Ja. En ik zal ik hier ondertussen afrekenen. Hè. Ja. Dag, Walter. Salut, hè, mannen. Bros. Tot de volgende, hè. Dag. Zeg, Sarah. Zeker dat je maar voor één iemand zo'n setje hebt gekocht? Ah, oh, Jasper, stop ermee. En moeide ik je niet zo? Trouwens, er valt niks om je mee te moeien, want je hebt dat helemaal verkeerd besteld. Maar allee, Sarah, dat brugtje zag er echt niet verkeerd uit, hè. En mijn voorgevoel laat mij nooit in de steek. Nooit. Ja, dan vooral zijn eerste keer, hè. Oh, ik ben klaar, hè. Ja, dat is goed, want ik heb keiveel honger. Wat gaan we eten, frietjes? Oh, ja. Oh, ik weet weer waarom ik met u wil trouwen. Ja, kom, dan zijn we weg, hè. Ja. Dag, dag. Zeg, Walter had er wel zin in, hè, met alleen zijn die zal morgen wel kop in hebben. Ja. Cedric, zou wel? Oh, vrouw, ik heb mijn portie drama wel gehad, denk ik. Maar we kunnen niet zonder. Ja, ik wel, zo. Yo, Tristan. Hey, Shaki. Ça va, mekker? Ja. Oeh, wat is het? Hazer is toch wat? Ja, en mijn vader heeft er ook de perfecte dag voor uitgekozen. Er juist dan die vrijgezelle van Wouter gemist. En straks heb ik ook nog eens een date, maar ja, heb ik ook gemist. En iemand gefixt, of? Ja, nee, nog niet. Maar veel vooruitgang zal ik hier ook niet boeken, hè. Oh, mietje. Ga eens gewoon. Ik bedoel, ik zal al hier blijven en een beetje gamen. En je papa gaat nooit weten dat je bent weg geweest. Maar zeker, hè? Ja, go. Merci, maat. Allee, is goed, maar dan trakteer ik je ook eens even, oké? Okay? Yes. I want you to fuck up my nights, yeah, fuck up my nights, yeah, all of my nights, yeah. I want you to bring it all on, if you make it all wrong, let it make it all right, yeah. Hey Tristan. Hey. Ça va, beetje? Ja, ça va. Het doet wel nog een beetje pijn, maar het helpt wel dat ik iemand wel zie waarbij ik altijd terecht kan. Ja, ik ben er voor u. Ik denk ook wel dat je de juiste keuze hebt gemaakt om even Cedric zo te laten nadenken. Ja, maar ik wil het eigenlijk niet meer over hem hebben. Hoe is het met u? Ça va. Ja, thuis niet zo goed, maar ik heb wel binnenkort een keikoele schoolreis en ik heb echt super veel zin in naar Rome. Oh, maar dat ziet er me echt zo'n kei mooie en romantische stad uit. Ja, romantisch met mijn klas gaat het nu wel niet echt worden, maar ik heb nog wel een knappe leerkracht. Dus. Allee, Tristan is 40 of zo. 35, dus van nog. Ja, maar 20 jaar verschil. Love Nike shoes, Air Maxes. Bounce until I drop 3 goals, call it hat tricks. Take it, I can hit, getting money off of him. Tristan? Fuck. Tristan, Tristan, het spijt mij, want dat je de vrijgezellenfeest van die Wouter moet missen. Ik ben misschien een beetje te streng geweest. Hè? Maar bekijk het zo, hè. Volgende week kunnen we terug afspreken met je vrienden, toch? Maar ik had nu wel verwacht dat je zo net iets blijder zou zijn eigenlijk. Tristan? Dag meneer. Wat doe jij hier? Tristan is heel van naar buiten een frisse neus gaan halen. Shakir? Oké. Hij heeft een date, maar het was mijn idee om te gaan. Toen, wat moet ik met die vent aanvangen? Just keep breathing. Zeg, ik dacht dat je huisarrest had gekregen van je papa. Ik kreeg al een klein stressje dat ik niet inzien. Ja, oh, mis je mij al zo hard. Allee, nu dat je over een duivel spreekt, sorry, ik moet gaan. Oh, zo stom. Misschien kan ik morgen tot bij u komen. Dan ga je theoretisch gezien het huis niet uit. En dan hem hele namiddag om te chillen. Ja, en dan zonder pottenkijkers. Ja. Oh, sorry Annelies. Allee, ik heb hem echt super graag, maar Cedric is mijn maat en ik voel me als een beetje schuldig om dat achter zijn rug te doen. Ja, nee, ik snap het. Dag. Help me put my mind to rest.
vader is hier. Straks komt Jens naar hier, want mijn ouders zijn niet thuis. Dus ik heb het een beetje romantisch gemaakt. Kijk maar. Wel zenuwachtig. Ik hoop dat ik niks stom ga zeggen of zo. Oh my god, hij is er al. Oké, dag. Zijn we er bijna? Ja. Mijn rug. Oké. Tadaa! Wow, wat is dat hier allemaal? Hallo, een verrassing voor u. Ik ga u eens goed verwinnen met een massage. Dus ligt u maar een bit. Waar heb ik dat aan verdiend? Doet dat goed? Ja, misschien iets zachter zo. Ah ja, okay. Ah, ja. Ja, zo zalig. Oké, klaar. Dat was het al? Ja, zeg maar, ik kan het niet met mijn vingers. Maar nu is dat mee. Oké, zou het dan misschien niet makkelijker zijn met je t-shirt thuis of zo? Smooth. Oké, dan. Ja, vind je het mooi? Het is speciaal voor u gekocht. Ja, sexy. Jens is zo cute. Maar wat zou er nu gebeuren? Is Jens een beetje te onvoorzichtig en stoot ik daarom mijn hoofd tegen de muur? Of komt mijn mama pot binnen? Jij mag kiezen. Ga naar vtmkids.be en breng snel, snel je stem uit. Hey, Stien hier. Ben jij de grootste Vloglab-fan? Dan heb ik goed nieuws voor jou. Want deze knop verwijst jou naar vtmkids.be, waar je alle video's kan herbekijken. Dus druk zeker hierop. En oh ja, vergeet niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Dag!